groot verschil wat in mijn opvoeding met Nico, dat jij zo recht staat. En bij jou gaan het voor mij helemaal om, en helemaal zo. Wel meer zo naar voren gericht. Dat is ook wat je meer goed te hebben. Dus, weg hier naartoe. Hier. En boom, naar beneden. Hou. Dan sta je op deze manier. Oké. Dus als jij op deze manier. Dus niet zo recht. Maar eigenlijk natuurlijk is dat. Pak iets op van de grond, want dan denk ik dat het ligt. Aha, interessant. Pak jij iets op van de grond? Ja, zo zie je. En gewoon iets natuurlijk van, hey, ligt een stuiver. Ja, kijk, dat is zo natuurlijk. Pak jij iets op van de grond? Dan ga ik even van de grond. Kijk, dat is een hele natuurlijke. Als je iets oppakt van de grond, doe je meestal zoiets. Maar bij jou zit het er misschien in. Jij deed het zo. Je bleef gewoon eigenlijk gestrekt. En wat grappig aan de oefening was, hield hij juist dicht gestrekt en ging het hier naar beneden. Maar normaal gesproken buig je zeg maar zo door als je iets gaat doen. Als je wil gaan rennen, als je gaat boksen, als je water in wil springen. Het is allemaal diezelfde beweging. Yeah.
I
Thank you, Peter. I get to make an announcement, something. Thank you.
Heel
Yeah. I
Ja. Wil jij het zitten? Deze hand.
ook. Ja, ik heb het niet onderstaan. Ja. Ik zie het ook.
Ja. Volgende. Drie punten. Sint van Den. Vergeet ook werken. Maar hier en helemaal. Stil. Nee, ik pak de tweede hand. Oh, dat is in de hoek. Ja, oké. Okay.
přírodku budovy Kropač. Pokud je zde je forum One Drive. Na Amerika. Je dit eigenlijk hetzelfde, maar je blijft voor de ander. Thank you.
Yeah. Yeah? Gretchen. And Andrea? Andrea. Nee, niet. Thank you.
dachten dat ik alleen een bos in handen heb. Thank you.
4 jaar. Toch? Ja, dat is 4 jaar. En toen deed ik 4 jaar. Oké, dus je mag deze terug. Ja? Die had je nog maar. Buitenstrek. Ja. Ja. Ja.
Lusty. Ja, nee, maar. Oh, ik moet ja, de bokje al. De bokje al. Ja, ja. It's like a
En dat is de film, jongens. Ik heb dat nodig, dus ik zet mijn hand vast, dat heb ik echt nodig. Kan
Doe ik snel. Ik sta ernaast. Yeah.
refuge.